mag me wel zeggen, Anatine, de dames. Oei. We gaan nu in de wachten. De Jan. Beste vriend. Oh, collega's. Maas. Wat zie je daar? Mooie fotogenicatie. Hij zit daar. Por favor. Hij zit daar de San Nicolas. Por favor. Oh, school. Het lijkt echt op een grafieke zon. Ja, als je goed geklapt. Stop. Er is zoveel, die weet niet wel wat hier is meteen. We moeten eerst hier zijn. Maar we gaan dat even niet vertellen, hè. Maar jongens en meisjes, welkom in de keuken van Sint en zijn Pieten. Ja. En weten jullie wat dat hier namelijk eten? Wat eten wij graag? Chocolade. En wie eet er graag pepernoten? Wie eet er graag spruitjes? Ja. Wie eet er graag worteltjes? Eet je graag worteltjes? Ja, ook graag worteltjes. Weet je wat ons lievelingsgerecht is, jongens en meisjes? Spruitjes met chocoladesaus. Ja, maar jongens en meisjes, die staan nog iets heel groot. Ik heb nog één vraagje voor jullie. Misschien weten de mama's en de papa's dat wel. Wat is de lievelingsdrank van Sinterklaas? Vanille. Koffie. Warme chocolademelk. Ja, inderdaad. Maar ik zie dat hier al twee kindjes en hele brave kindjes een mooi verlanglijstje gemaakt hebben. Gaan we eens kijken naar de muur achter jullie, om te kijken naar de mooie spelers. Kijk daar. Ga maar eens kijken. Als je op de muur kan rijden, en wat wil jij graag? Wat wil jij graag? Zo'n poppenhoofd om te schminken aan het haar. Zo'n kappershoofd eigenlijk, zo'n kappers. Ja, hè? Wat wil jij graag? Ja, we vragen iets van Spider-Man. Een hond. Spider-Man. Ah, van Spider-Man, zo'n hele stand. Zo'n pak van Spider-Man, zo'n hele pak. Nee, dat hebben we al, hè? Ja, en wat wil jij graag, jongeman? Een hele mooie pietenmuts. Een auto. Ja, een auto, deze. De hele tractor, helemaal op de schoorsteen. Ja. Ah, en wat wil jij graag, helemaal? Jij, Mickey Mouse, zeker, ja. Iets wat daar niet staat. Oei, oei, Pieter. Ja. En dit is namelijk een schilderij dat Sinterklaas juist vorige week gemaakt heeft met kleurpiet. Ja. En al deze andere prachtige schilderijen heeft Sinterklaas ook gemaakt. Ja, inderdaad. Maar jongens en meisjes, ik zie dat er daar drie flinke kindjes graag voetballen aan de voetbaltafel, hè? Ah wel, ik kan jullie daar eens een handje over vertellen.
Dat is namelijk iets wat ik ook heel graag doe. En dan speel ik heel graag mijn sportfiets. Sinterklaas durft ook graag meespelen. Ja, netjes. Maar weet je wie dat er dan altijd wint? Sinterklaas wint dan altijd. Ja. Nou, winnen jullie graag een spelletje? Ja. Ja? Maar we moeten niet alleen spelen en lezen, maar wat moeten wij nog, jongens en meisjes? Omdat we heel veel op de taken klauteren, moeten we ook sporten. Sporten, inderdaad. En dat doen we op deze hele mooie... Ja, en elke dag moeten wij fietsen. Elke dag, minstens een uur. Of een kwartiertjes te zien van dag tot dag wat dat we hebben. Ja. Maar ik denk, jongens en meisjes, ik heb een klein beetje het gevoel dat jullie graag willen weten hoe dat al die mooie, prachtige, prachtige cadeaus binnenkomen. Wat denken jullie daarvan? Wie heeft er een huis met schoorsteen? Wie heeft er een huis zonder schoorsteen? Maar geen probleem, want Sinterklaas komt binnen met magische sleutels. En dan maken wij dat helemaal heel vol met hele mooie tekeningen aan. Ja. En lezen, maken jullie graag tekeningen, lieve jongens en meisjes? Het is mijn knuffeltje dat ik elke avond mee slaap. Ja. Slapen jullie graag met een knuffeltje samen? Ja, jij hebt ook een deken. Ja? Ja. Ja. Helemaal bovenaan slaapt de denkpiet. Die slaapt helemaal van boven. Dan kan ze heel goed nadenken. Ja. Maar we zijn meisjes, kom eens even. Dat is wel een heel speciaal bed, hè? Weet jullie van wie dat dit bed soms is? Dat heel speciaal. Een autobed. En weet je dat wel altijd wat iets zou dat zijn? Heb je een idee? Nee. Van de racepiet? Of van autopiet? De autopiet. Van autopiet, inderdaad. Ja. Maar autopiet is een hele speciale zwarte piet. Weten jullie waarom? Hij droomt namelijk elke avond dat hij kan racen met zijn bed. Ja. En weet jullie dat hij dat dan doet? Dan ligt hij in zijn bed, dan neemt hij zijn stuur en dan rijdt hij naar voor, naar achter, naar links, naar rechts. En dan kunnen wij niet slapen. Nee. Moeten jullie nog een beetje opschrijven? Nog een klein beetje opschrijven, dat jullie dan niet binnen kan komen. Van wie is die dat? Van wie is de Baltriaan? Ja, maar toe. Van wie zou dat zijn? Van Sinterklaas, ja inderdaad. Maar wat is de lievelingskleur van Sinterklaas, jongens en meisjes? Ja! Rood, inderdaad. Maar Sinterklaas heeft een hele goede shampoo. Ik ga daar eens even naar ruiken, jongens en meisjes. Irina, een laatje ga ik in de mannen. Ah, heel even. Ja. Oh, oh. Hey, oké, okay, nee. Oh, Irina. Die moet gewassen worden. Voilà. Voilà. Ja, daar is nog goed. En die heeft staan, meneer, nog, want het staat er heel ver in de toekomst erop. Voilà. Wat een shampoo is dat echt niet? Dat is eigenlijk geen speciale shampoo douchegel. Geen speciale. Maar het is alleen maar voor zijn lichaam te wassen, want voor zijn baard is dat wel leuk. En ik heb nog iets heel belangrijks, jongens en meisjes. Ik heb hier namelijk nog een borstel gevonden, zodat ik niet goed voor weet voor wat dat dient. Wat is dat zijn, broer? Is dat voor mijn tanden te poetsen zo? Is dat voor mijn tanden te poetsen? Nee. Is dat voor mijn haar te kammen zo? Ja. Ja. Is dat voor mijn poep te wassen zo? Nee. Nee? Voor onder mijn armen te doen zo? Ja. Of voor mijn rug zo? Ja. Ja, oké. Okay. Dat is dat voor de rug, hè? Ja. Want Schroppiet moet elke keer komen voor Sinterklaas. Ja. Nu heb ik juist die vrijwilliger nodig dat hier tot bij mij mag komen. Dus, jonge dame, kom maar eventjes naar voren. Kom maar eventjes naar boven. Kom maar eventjes. Of anders, als je niet wilt, ik heb een ander slachtoffer. Is het oké? Okay? Anders met twee man, dus jij mag ook even naar boven komen met de camera.
Dus ja, maar Kroki, wat moet ik doen? Je mag alle twee een beetje bij mij komen. Ja, maar alle twee met jouw naam. Heel, dat was jouw naam. Het moest heel rap zijn, dus ik snap het ook niet. Ja, maar ze is toch goed in plaats gedaan. En die staat namelijk in zijn grote boek dat alle kinderen braaf zijn. Ja. Maar weet jullie wat dat hier ook in staat, jongens en meisjes? De mama's en de papa's staan ook in het boek. Ja, en de oma's. Ja, maar, jongens en meisjes, ik heb nog een ander mooi boek gevonden. Namelijk van klerenmaker Pieter hele mooie stofjes gemaakt. Hoe jullie allemaal een keer aan voelen hoe dat eruit ziet. Hoe we allemaal een keer voelen. Voel maar hoor, Dank u, Sinterklaasje. Nu gaan we naar Sinterklaas. Lieve kinderen, ouders, vrienden en sympathisanten van Sinterklaas, wij zijn toe aan een koffiepauze. Nog veel plezier straks bij Sinterklaas. Die gaat veel minuten van ons. Niet voor Sinterklaas, goedemorgen. Je hebt het gehoord, hè? Goedemorgen. Was Sinterklaas aan die spraak mooi antwoorden dan, hè? Ja, maar eerst de snottenbel, want in de baas is dat niet graag. De snottenbel op zijn kleed. Van de jasje. Goed.
Hi, welcome, sir. Yeah. Ik heb een foto van. Doe eens een dikke duim. 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 Hallo. Wie ben jij? Ik ben een stukje chocolade. Ja, doe even op. Zwaai je naar mama? Zeg je dat? Oh, ik zie kijk. Allemaal snoepjes. Dat zit er wel heel. Oh, kijk.